Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. De maxima, halverwege de middag, overal bijna boven de 20 graden. En uiteindelijk werd het in Zeeuws-Vlaanderen zelfs 24,6 graden, bijna een zomerse dag dus. Maar in een groot deel van het land 20 graden en dat gaan we de komende dagen niet meer zien. Want vanuit het noorden nadert er een gebied met bewolking en met regen. En die regen die gaat ervoor zorgen dat de temperaturen gaan dalen. En achter de bewolking bevindt zich koele lucht. Het is namelijk een koufront wat onze kant op komt en we komen vanaf morgen in polaire lucht terecht. Andersom, zo moet ie. Polaire lucht terecht en dat zorgt ervoor dat de temperaturen dus naar beneden gaan. Die 20 tot 24 graden, misschien ergens volgende week een keertje, maar voorlopig dus niet meer. Ik hoop dat u ervan hebt kunnen genieten vandaag. Vanavond is het ook nog wel zacht in de zuidelijke provincies, maar vanuit het noorden breidt de regen en motregen zich dus over het land uit. De eerste druppels bereiken Maastricht pas tegen middernacht. Daar blijft het dus nog lang droog. Maar in het midden van het land, daar valt de eerste regen zo ergens tussen de 8 en de 10 uur. In eerste instantie is het allemaal vrij licht, maar in de nacht dan gaat het harder regenen. En daardoor kan er in het midden en zuiden toch zo'n 5 à 10 mm vallen op sommige plaatsen. In de loop van de nacht begint het vanuit het noorden weer op te klaren en morgenochtend trekt de regen ook snel uit Limburg weg. Daarna hebben we zonnige perioden, ook wolkenvelden en een paar stapelwolken, dus een lekkere mengeling aan de lucht. Het is op de meeste plaatsen droog, alleen in het noorden en noordoosten kan in de loop van de dag misschien een buitje vallen. En zoals gezegd, een koele noordwestenwind, die blaast die koele lucht Nederland binnen. Daardoor 14 graden in het noordwestelijk kustgebied en hoe dieper je het binnenland in komt, hoe beter de kracht van de zon helpt. In Limburg kan het toch nog 19 graden worden. Overal wel temperaturen onder normaal, want normaal in Midden-Nederland is 20 à 21 graden, dus het is zo'n 5 graden te koud. En raken we die noordwestenwind dan kwijt? Nee, vrijdag hebben we hem nog steeds. Er komt zelfs nog wat meer bewolking aan, de zon krijgt het moeilijker en er gaan meer buien vallen. Meeste buien in het noorden en oosten. In Zeeland blijft het vrijwel droog, maar een enkel buitje is ook daar mogelijk. Geen 19 graden meer in het zuidoosten, maar 17. Ook zaterdag temperaturen van zo'n 15 tot 17 graden. Dan begint wel de wind wel iets te draaien, maar kwik gaat dus nog niet omhoog. Opnieuw ook van tijd tot tijd buien. In de kustprovincies is het wat droger. Zondag kunnen er ook buien vallen, maar dan neemt de wind in kracht af en begint naar het westen te draaien. Daardoor kan de temperatuur wat omhoog. In het binnenland waarschijnlijk maximaal rond 20 graden. En dan verder vooruit. Nou, we zien na de dip op donderdag, vrijdag en zaterdag het kwik wel stijgen. En als je de toppen neemt, dan komen we zelfs in de buurt van de 25 graden. Maar de rode lijn geeft het gemiddelde van de berekening aan. En die schommelt eigenlijk gewoon continu tegen de 20 graden aan. En kijk ook nog eens naar die locaties daar onderin. Want dat is ook een kans op een maximum temperatuur. Dus tussen de 15 en de 20 graden is het meest waarschijnlijk. En als het mee zit, hebben we sommige dagen na het komende weekend die warmer uitpakken. De komende dagen in ieder geval frisjes, met morgen slechts een enkel buitje en vrijdag en zaterdag meer buien. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.